Hoi en leuk dat je kijkt. Let op, ik heb namelijk zo meteen in één keer mijn haren gewassen en gekruld. Tadaa! Krullen. Dit ziet er echt heel suf uit, maar goed, daar kijken we lekker doorheen. Mocht je mij trouwens niet kennen, ik ben Charlotte. Ik ben mama van een baby van 9 maanden. Ik heb een vriend Sven. Ik woon in Enkhuizen met 3 katten. Ik ga jullie een verhaal vertellen. Dat is van een paar jaar geleden is dat gebeurd. En naast dat ik dit soort video's opneem over mijn dagelijks leven, maar dus ook verhalen van het verleden, ga ik ook met een nieuwe serie beginnen op mijn kanaal. Ondertussen pak ik even al mijn make-up spullen. Al, het is echt helemaal niet veel hoor. Ja, dat eigenlijk. Ik zit even te denken, want ik heb hier een spiegel. En dat is waar ik zelf in moet kijken om mijn make-up natuurlijk te gaan doen. Dus ik zit even te bedenken hoe ik dit het handigst kan aanpakken. Want ik... Trouwens, ik heb echt een superleuk nieuw t-shirt aan, maar jullie zien precies niks. Je ziet alleen het witte. Kijk hoe leuk mijn t-shirt is. Daar zie je nu helemaal niks van. Nou goed, maakt niet uit. Focus. Make-up. Kijk, dit is Moos. Hey Moos. Die blendt ook zo lekker weg met het interieur. Het lijkt dan alleen alsof ik in het schermpje kijk, maar ik kijk naar mezelf. Ik moet natuurlijk wel weten wat ik doe. We gaan het uittesten. Willen we dan ook constant zien wat ik gebruik? Ja, waarschijnlijk wel. Dat is echt totaal niet boeiend, maar goed. Dus ik kijk... niet constant naar jou, maar ook naar mezelf, want anders dan word ik een clown. Ik ga een verhaal vertellen, wat ik al heel lang eigenlijk wil vertellen. Even kijken welk jaar dat was. 5 jaar geleden, april 2017. Met dagcreme. April 2017 zouden we met de hele familie van mijn vaders kant naar Frankrijk gaan. Sven en ik zouden samen met een auto gaan. En uiteindelijk konden mijn vader en Miriam niet mee, helaas. De rest ging ook met de auto, maar allemaal in met het eigen gezin, zeg maar. Dus wie waren daar allemaal? Dat kun je op zich ook wel in de video zien. Dat doet er verder op zich ook niet heel erg toe, want het gaat vooral om wat Sven en ik hadden meegemaakt in Frankrijk. Wij gingen namelijk... met iets heel belangrijks bij ons. Met z'n tweetjes, met de auto. We gingen naar de Dordogne. Dus we hadden bedacht, nou, dan moeten we ergens overnachten. Want je gaat dat stuk niet helemaal in één keer rijden. Sven had namelijk zijn rijbewijs nog niet. Dus we gingen overnachten in Orléans. En mijn vader had nog gezegd, die was al eerder bij dat hotel geweest... En die had me uitgelegd, ja, je hebt tegenover dat hotel heb je een hele grote parkeerplaats. En daar staan ook heel veel bomen, daar kun je hem gewoon neerzetten. Dus wij kwamen daar aan, we hadden een hele dag gereden en we kwamen aan bij dat hotel, bij die parkeerplaats. En toen dachten we, ja, heel leuk, maar het staat helemaal vol. Ik heb trouwens echt geen zin om constant te laten zien wat ik gebruik, want dan ben ik helemaal uit mijn verhaal. Want ik merk nu al dat ik constant denk, oh jee, ik lig er helemaal uit. En nogmaals, ik ben absoluut geen make-up expert. Dus alsjeblieft, laat me lekker maar mijn eigen ding doen. En neem niet per se een voorbeeld aan wat ik doe. In ieder geval, wij kwamen dus daar aan en die parkeerplaats was helemaal vol. Dus toen gingen we op zoek naar een parkeerplaats heel dicht bij dat hotel. Nou, je had zeg maar... hier het hotel, daar tegenover had je die boompjes met die parkeerplaats. Maar ongeveer 20 meter verder, in dezelfde straat als dat hotel, daar was een hele grote plek waar je je auto kon neerzetten. Ik ben altijd heel erg van het letten op de details, dus ik had zoiets van, nou, dit ziet er wel goed uit. En ik zag wel een hek, dus het hek was helemaal open. Maar ik zag wel dat er een hek zat. Dus ik dacht nog van, nou oké, okay, het zal wel. En ik weet nog dat we dat hotel ingingen. Nadat we dus de auto hadden geparkeerd bij een hele grote parkeerplaats met dat hek. Toen vroeg ik nog aan die man, klopt het dat je daar kunt parkeren? Je kunt natuurlijk overal parkeren, maar ik dacht, gaat dat wel goed? Dus die man, ik weet nog dat hij zei, ja hoor, je kunt hier gewoon parkeren. Ik weet zeker dat hij dat gezegd heeft. Het was op dat moment vrijdag. En wij zouden dan daar vrijdag op zaterdag blijven slapen. En dan zouden we zaterdag weggaan.
Dus wij gingen onze koffers eruit halen nadat we hadden ingecheckt. We gingen naar de kamer, helemaal prima. We gingen in Orleans een stukje lopen en wat eten. En op tijd naar bed, want de volgende dag moest ik weer dat hele stuk gaan rijden. Het laatste stuk van Orleans naar de Dordogne. Sven en ik hadden van tevoren helemaal een plan bedacht. Ik ga mezelf klaarmaken. Sven die zou dan naar de auto lopen op zaterdagochtend en de koffers erin doen. Dus Sven die komt aan bij die auto. Alleen hij ziet dat het hek dicht is. Dus hij komt terug naar boven, maar met de koffers. En ik weet nog dat ik in de douche stond. Ik was me aan het klaarmaken, een beetje mijn make-up lichtelijk bijwerken. En Sven die komt naar me toe. En ik weet nog dat ik dacht, waarom heb jij alle koffers bij je? Dit is raar. En hij keek me aan alsof hij een spook zag. En hij zegt, het hek is dicht. En toen dacht ik, nee, dat kan niet. We hebben het nog gevraagd. Die man zei, je kan hier gewoon parkeren. Dus toen ben ik met Sven zonder de koffers naar buiten gelopen. Zijn we naar dat hek gelopen. En er zat helemaal een hangslot omheen met een cijfercode. En ik zie achter dat hek die auto staan. En toen dacht ik nog, nee, dit kan niet. Het is nu weekend. Zou dit dan bij een bedrijf horen dat dit het hele weekend gewoon gesloten is? Dus wij probeerden die cijfercode open te maken. En dat lukte natuurlijk niet. Ik maakte te gokken aan dat ding. Ik denk, nou, wat zal het zijn? We moeten bij die auto. We hadden gewoon echt iets heel belangrijks in de auto. En niet alle spullen hadden we uit de auto gehaald. Dus er zaten zoveel spullen in die auto. En wat ik zeg, ook hele belangrijke persoonlijke dingen. Dus we moesten die auto weer hebben. Überhaupt konden we anders niet verder. En we zouden alleen dat weekend in Frankrijk zijn. En we zouden maandag weer terugrijden. Dus wij liepen naar die eigenaar van het hotel. En we gaven aan van, we hebben het gisteren nog gevraagd. Maar onze auto staat daar en we kunnen er niet bij. Waarop hij zegt, heb je hem daar gezet? Maar daar kan je hem helemaal niet parkeren. Dat hoort bij een bedrijf. En dat gaat maandag pas weer open. Nou, en wij spreken geen woord Frans. En hij vertelde het in een heel krakkemikkig Engels, weet ik nog. En toen dacht ik, ja, en nu? Nou ja, het eerste wat we deden was onze ouders bellen. Alsof die iets kunnen doen vanuit Nederland. En ik weet nog, we belden eerst volgens mij Sven's ouders. Ja, vervelend, maar we kunnen niks. Nou, toen belde ik mijn vader en Miriam. En die zeiden ook, want we hadden in eerste instantie met hun het hotel geboekt. Alleen zij konden uiteindelijk toch niet mee. Dus ik legde aan mijn vader uit. Hij zegt, heb je dan niet bij die boompjes geparkeerd? Nee, pap, dat was vol en we zitten nu daarnaast, maar het hek is dicht. En ja, vervelend. Maar ja, toen dacht ik, ja, we moeten hier weg. We moeten hier weg. Dit is gewoon, dat kan niet anders. Had ik mijn moeder gebeld, gevideobeld. Die zei, weet je wat je doet? Je koopt een hele grote tang en je gaat erheen en je knipt dat ding kapot. Dus ik zeg, ja, maar straks komen we in de gevangenis terecht of zo. Zegt ze, nee, dan kom ik je halen. Nou ja, dus ik was helemaal strijdlustig. Ik denk, oké, ik ga een tang halen. Ik ga doorknippen. Ik moet naar die auto. We moeten naar die auto. We moeten vandaag gaan rijden. Nou, dat was natuurlijk helemaal geen goed plan. Dus wij liepen daar naartoe. En ik dacht, oké, we moeten ergens naar de winkel. We moeten een hele grote tang kopen. Toen zagen we daar allemaal beveiliging lopen. Dat ik dacht, nee, dit wordt hem ook niet. En toen dacht ik, ik moet even weten hoe dit in elkaar zit. Dus wij waren bij dat hek geweest. En ik wilde om het blok heen lopen om te kijken, oké, hoe ziet het er aan de achterkant uit? Kun je erbij? Aan de achterzijde is daar ook een straatje of zitten er allemaal? Hoe zit het in elkaar? Wij gingen een rondje lopen om het pand en we zagen dat er ook aan de andere kant heel veel hekken waren. En ook van die, het is een soort schuifhek. Sven heeft een vriend en die spreekt Frans. Dus wij gingen hem bellen en wij zeiden, joh, we hebben een probleem. Onze auto staat achter een hek en de hoteleigenaar die geeft aan dat hij ons niet kan helpen. Dat hij niet het bedrijf wil bellen. Dus hij heeft toen een telefoongesprek gehad met die eigenaar. Wij stonden zeg maar
bij de hoteleigenaar met ons telefoon. En daar zat die vriend van Sven op de luidspreker. Die probeerde te communiceren met die hoteleigenaar en aan te geven dat het echt heel belangrijk was dat wij in die auto kwamen. Nou, dat maakte het niet heel veel beter. Ik dacht, we moeten gaan proberen om zelf over dat hek te komen, want we moeten bij die auto. We moeten daar gewoon bij. Nou, ondertussen mijn moeder nog een keer gebeld. Mijn familie van, ja, joh, jongens, we zitten hier waarschijnlijk gewoon vast tot en met maandag. Dus we kunnen niks en dan zien we jullie helemaal niet, want we hadden tot en met maandag. Ik weet nog, de koffers hebben we op een gegeven moment moeten verplaatsen naar de lobby van het hotel, want ja... Er kwam een moment dat er weer nieuwe mensen in onze kamer moesten gaan zitten. Dus ik weet nog dat we op een gegeven moment alles ook daaruit moesten halen. En dat ik dacht, ja, dit gaat helemaal mis. Dit gaat helemaal mis. Ik ben ook meerdere keren naar dat slot gelopen om weer te kijken naar drama. Ik dacht, het antwoord ligt bij het hek. En ik wist, ik voelde, ik merkte aan alles... Ik ga bij die auto komen. Ik laat het niet gebeuren dat wij hier tot en met maandag vastzitten. Het was voor mij geen optie. Dus ik weet nog dat we naar de achterkant liepen. Dus niet bij dat cijferslot, maar we zijn om het blok heen gelopen. En we kwamen bij de achterkant van dat pand. Ik weet nog dat daar een hek was waarvan ik dacht, hey, dit heeft niet van die hoge spijlen. Ik klim erop. Dus ik ben eerst heen en weer gaan lopen... Mensen gaan aanspreken ook en gevraagd, spreekt u Engels? Spreekt u Engels? Nou, niemand kon ons helpen. Ik denk, ik ga eerst zoveel mogelijk mensen aanspreken of ze een idee hebben van wie het is, wat voor bedrijf het is. Of ze toevallig iemand kennen die daar werkt. Volgens mij hebben we ook nog bij willekeurige mensen aangebeld die naast dat pand woonden. Ik denk, ik ga gewoon aan iedereen vragen, maar ik moet en zou die auto terugkrijgen. Niemand. Niemand wist van wie het was. Ja, wel dat het een bedrijf was en dat dat maandag pas weer open was. Maar goed, daar hadden we helemaal geen ene fluit aan, want het was zaterdag. Ik dacht, er zit maar één ding op. Ik moet op het hek klimmen. Dus Sven die stond daar echt om zich heen te kijken met... Wat heb ik voor een vriendin? Wat is dit allemaal? En ik klom op dat hek met de hulp van Sven. Op dat moment komt er een auto aanrijden van dat bedrijf. Er was een werknemer die daar dus op vrijdag had gewerkt. En die was iets vergeten. Dus het hek kon hij openmaken. Dus ik probeerde het uit te leggen. Onze auto staat daar, er zit wat heel belangrijks in. En we moeten echt bij die auto komen. We moeten doorrijden naar de Dordogne. Nou, dus die man die werkte daar en die zegt... Ja hoor, tuurlijk, ga er maar gewoon heen. Loop maar naar je auto. Nou, echt, ik was zo opgelucht. Ik ren naar die auto. Dus ik snel die sleutels erin doen... En die man ging ondertussen alweer weg. Maar hij had nog gezegd van... joh, het is echt geen enkel probleem. Als je met je auto weer naar het hek toe rijdt... dan gaat het vanzelf open. Er zit een sensor in... waardoor het hek altijd van binnenuit automatisch open gaat... als je weg moet rijden. Dat klopt ook. Ik had dus de auto weer binnen handbereik. Die man was ondertussen weggereden met zijn auto weer... En inderdaad, ik reed op dat hek af en door de sensoren ging het automatisch weer open. Nou, echt zo opgelucht. Dus ik ben gelijk naar die parkeerplaats met die boompjes gereden. En daar is dus ook een moment waar Sven en ik gevlogd hebben. En daar kun je dus ook, dat kun je dus ook terugzien. Ik zal die video even hieronder linken. Ik had trouwens... Echt eventjes mijn potloodje van mijn wenkbrauwen moeten slijpen. Want hij is een beetje... Ja, je snapt vast wat ik bedoel. Maar goed. Wij zaten dus in de auto bij de juiste parkeerplaats met de boompjes tegenover het hotel. En we hadden onze auto en alle spullen die erin lagen weer. Dus we konden weer doorrijden naar de Dordogne. Nou... Uiteindelijk heb ik volgens mij in hele korte woorden aan de man van het hotel verteld dat we dus de auto weer terug hadden en hoe het gelukt was. En ik weet ook zeker dat als ik wel op wat voor manier dan ook dat slot had doorgeknipt en was meegenomen, dat mijn moeder me gewoon was komen halen.
Gewoon, ik vond het ook zo grappig, die verschillen van reacties van onze ouders toen. Dat mijn moeder zei, nee hoor, jij gaat gewoon je auto halen. Wat er ook gebeurt, wij halen je wel op uit de gevangenis. Ja, hilarisch. Echt. Oh, dat was zo'n verhaal. Ik vond het ook echt, heeft zoveel indruk op me gemaakt. Ook gewoon nog steeds. Wat ik alleen, ik vind mijn mascara altijd zo lastig om te doen. Echt, ik vind mascara altijd zo lastig om te doen. Ik heb ook van die hele lange wimpers. Die alle kanten op gaan staan. Zie je dat? Ik krijg ze gewoon nooit helemaal lekker of zo. Eigenlijk zou ik ook wel een beetje oogschaduw op willen. Dat had ik toen ook met die fotoshoot van de libellen en dat vond ik zo leuk staan. Als er iets is waar ik echt niet goed in ben, is het wel make-up. Ik zie wel eens meiden dingen doen op YouTube dat ik denk, nou, ik weet niet hoe jullie het voor elkaar krijgen. Maar goed, Frankrijk, we waren weer bij de auto. We hadden alles wat we hadden ingepakt in Nederland weer bij ons. Toen zijn we doorgereden naar de Dordogne en daar hebben wij verder met familie de vakantie kunnen doorbrengen. Ja, jeetje, wat was dat een avontuur, zeg. Niet normaal. Ik weet het nog zo goed, die shock, dat ik dacht, nee. Ik ben benieuwd, heb jij wel eens zoiets meegemaakt, dat je nu nog steeds, zoveel jaar later, terugdenkt, wat gebeurde hier? Wat was dit? Laat het hieronder weten. Als je het verhaal in het kort wil vertellen, zou ik dat heel leuk vinden om eventjes te lezen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Strakjes komen er ook weer video's van de onderwijsreis. En dan zullen er misschien wat minder van dit soort video's komen. Maar ik dacht, ik vind het wel even leuk. Niet per se een Q&A met sushi, maar ik denk een keer een storytime. Ik heb nog meer verhalen, dus als je dit leuk vindt en je wil dit nog een keertje zien, laat het dan ook even weten. Heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer je, dat is gratis. Volg me op Insta en tot de volgende keer. Doei!